En wat zal het voor zijn, madameke? 4 schelletjes esp, meneer. Schelletjes? Hoe schelletjes? Trans de vie, madame. Jongens, doen we dat niet mogelijk. Ik zeg nooit schelletjes. Dat is een ding, ga ik opzij. Dat is in een dwarsdoorsnede van pure kracht. Dat is een spier geweest. En trouwens, dat heet die hesp, dat is ham. En gevoelde middel, dat is een woord met geschiedenis. En zijn dingen, dat is pure symboliek. Dat is de hamvraag. Hoe staan we hier op de wereld? Hoe staan we? We staan op onze been. En op wat draagt onze been? Dat zijn spieren. En dat is een voorbeeld van zo'n spier. In een vaste vorm, volledig getormenteerd. Pure kracht, gevoelt dat. Je ziet dat. Jongens toch. Allee, moet ik er een ding geven ze. Voilà. Hier, dat is gewoon, dat is kunst. Voilà, dat is pure kunst. Eerst gewoon om aan de muur te plakken, gewoon een pilaar. Ook altijd heel schoon. Allee, en wat nog? 100 gram filet américain. Filet américain, maar dan begin dat is puur een imperialistische kitsch. We moeten dingen, moeten kunstenaars van de eigen streek, die moeten steunen. Hier, filet dan vers. Dat moet ik kopen. Voilà, heb ik gelijk misschien? Tuurlijk heb ik gelijk. Allee, wat nog? Een blinde vink. Blind, moet je dat zo die ingrepen niet zeggen. Ik bedoel, je hebt niet al je zintuigen nodig om van kunst ten volle te kunnen genieten. Dat is toch waar? Lekker naar Beethoven. Beethoven was doof. Hij heeft toch schitterende muziek geschreven. En Van Gogh, een prachtige schilder. Hij heeft zijn oor afgesneden. Mensen had dat niet nodig. Het is toch maar vlees, hè, meneer Roet? Maar vlees. Maar vlees. Jongens toch. Van wat zijn jij gemaakt, madame? Van tuttenfruit of wat? Nee, maar van vlees. Jongens toch. Maar vlees. Hé, goed. Je moet luisteren naar wat ik zeg. Van Gogh heeft dat beter zijn afgesneden oor aan u gegeven. Maar vlees. Kan je gevoel? Wat vlees? Kom ik hier? Dat is vlees. Kijk, voel maar een keer. Kom, neem maar even Jan maar een keer. Ja, kijk, ga er maar een keer over. Dat is vlees. Voilà, voel je? Dat is de essentie van het leven. Hier jongens toch, maar vlees. Vlees is misschien wel zwak, maar het is echt. Ja, het is kunst. En wat kan er nu echter zijn dan vlees? Dat is echt en symbolisch tegelijkertijd. Dat is toch? Alleen voor hier, dat is pure symboliek. Voel ik eraan de symboliek. Voel dat ik eraan. Ja, kom, voel een keer. Dat is echt symbolisch. Dat gevoel dat is puur. Dat is dingen. De kracht die ervan uitgaat. Allee. Wat moet ik daar nog van eten, zijn, meneer Roet? Eten? Nu nog schoon. Dan krijg je er nog bij. Ah, ga dat opeten. Dat is pure kunst. Kunst is toch niet om op te vreten? Jongens toch, alstublieft, waar gaan we naartoe, zeg? Allee, dat ben ik door. Jongens toch, het woord is vlees geworden en de kannibalen fret net godverdomme op. Hoe is dat gewoon? Jongens. Heb ik gelijk of heb ik geen gelijk? Tuurlijk heb ik gelijk.